Echt van mevrouw Thiele. Mevrouw Thiele. Ja, over het om de oren vliegen gesproken. De afgelopen twee betogen worden de superlatieven om de oren gegooid. Hoe vaak is iemand definitief van social media gebannen door de denktank desinformatie, meneer? Meneer Kuzu? Voorzitter, mijn buurman heeft daar een uitgebreide stapel over. Kijk, ik denk dat het weinig zinvol is om te spreken over kwantiteit. Ik denk dat we moeten spreken over de kwalijke praktijken die plaatsvinden bij het ministerie van VWS onder de verantwoordelijkheid van deze minister, waarbij er vanuit het ministerie een denktank, het heet dan een denktank, is gevormd, waar contact is met vertegenwoordigers van die online sociale media platforms en waar wordt bepaald wat desinformatie is en wat niet, zonder dat daar een duidelijk kader voor is. En ik denk dat dat het punt is waar we het vandaag over moeten hebben, in plaats van een quizje over hoeveel mensen er zijn geblokkeerd en wanneer die denktank is opgericht, et cetera. Ik denk dat we de essentie van het probleem missen op het moment dat we vallen in quizvraagjes over dit onderwerp en daarmee proberen te verdoezelen dat er een aantal dingen gewoon fout zijn gegaan. En daar kunt u heel lacherig over doen, maar ik vind dit, voorzitter, ik vind dit kwalijke praktijken waar lacherig over gedaan wordt, waar het in het verleden ook lacherig over werd gedaan, maar wat heel veel kwaad heeft gedaan in de samenleving. En dan kan je het weglachen, je kan het weghonen, maar je kan ook proberen om een poging te ondernemen om te kijken wat er nou echt verkeerd is gegaan in die tijd. En daar roep ik mijn collega's toe op, voorzitter. Dank u wel, meneer Kuzu. Mag ik u ondertussen ook adviseren allemaal om, als u ook gewoon mij aankijkt als u spreekt, dat maakt het ook makkelijker om via de voorzitter te spreken. Volgens mij heeft mevrouw Thiele nog een vervolgvraag. Als nou, volgens mij doe ik dat redelijk consequent, hoor, via de voorzitter spreken. Nou, meneer Kuzu zei twee dingen waar ik het echt wel met hem mee eens ben. Hè? Namelijk een kader en over de inhoud met elkaar debatteren. Maar dan helpt het dus niet om met superlatieven dingen te beweren die niet waar zijn. Dan moet je het wel over de feiten hebben. Dus als je zegt stelselmatig en levenslang geband en zo, dat zijn hele zware woorden, dan moet dan wel een feit onder liggen. Dus het was niet bedoeld als een quizvraagje, want inderdaad, een serieus genoeg onderwerp ben ik helemaal met meneer Kuzu eens. Maar als hij dat soort beweringen doet, dan moet het ook wel kloppen met de realiteit. En dan helpt het niet om het heel groot te maken, want dan wordt het vanzelf lacherig en hebben we het niet over waar het over moet gaan. Wat vinden we van desinformatie? Hoe schadelijk kan dat zijn voor de samenleving? En als we daar dan als Tweede Kamer, en heel eerlijk vind ik het best goed dat we ook naar dat soort aspecten kijken als vertegenwoordigers van die samenleving. Maar dan moeten we dan ook gewoon over inhoud hebben. En dan roep ik meneer Kuzu dan weer op om gewoon even rustig en inhoudelijk te benoemen wat hij dan vindt dat we moeten gaan aanpassen. Dank u wel, mevrouw Thiele. Meneer Kuzu? Dan kan ik mijn betoog hervatten, volgens mij, voorzitter, om een voorbeeld te geven. Ja, als u uw betoog hervat, dan heeft u nog eerst een vraag. Ja. Als u verwijst naar uw betoog als antwoord op mevrouw Thiele, dan komt dat zo. Maar dan wil mevrouw Paulusma volgens mij eerst nog een vraag stellen. Mevrouw Paulusma. Ja, dank voorzitter. Dan voeg ik daar misschien een vraag aan toe waar de heer Kuzu dan in zijn betoog weer op terug kan komen. Want ik denk namelijk dat het heel belangrijk is, en daar heeft meneer Kuzu groot gelijk in, dat we heel zorgvuldig om moeten gaan met desinformatie. Maar dat geldt dan ook voor deze commissie. En als er hier gezegd wordt dat die denktank, die trouwens eerst Vaccinatiealliantie heette, social media bedrijven verbiedt om bepaalde berichten te plaatsen, dat is gewoon niet waar. Social media bedrijven in Europa moeten zich houden aan de code die in Europa is opgesteld als het gaat om het plaatsen van desinformatie op social media platforms. Dus dat is niet iets wat uit deze alliantie komt. En ik denk wel dat het goed is dat wij daar als commissie ook heel zorgvuldig mee omgaan. En dan heb ik wel een vraag ook nog, naast dit appel. Ik hoor ook meneer Kuzu, maar ook meneer Van Houwelingen deed dat, zeggen dat er dreigbrieven vanuit deze alliantie komen. Ja, volgens mij komen er brieven vanuit de inspectie die wij aansturen als Kamer. Dus wat zouden wij dan, vraag ik via de voorzitter, aan meneer Kuzu anders moeten doen dan dat de inspectie gewoon een brief naar aanleiding van nalaten handelen naar een huisarts stuurt om ervoor te zorgen dat hij of zij zijn werk correct uitvoert. Dank u. Dank u wel. Meneer Kuzu? Ja, voorzitter. Kijk, volgens mij sturen we als Kamer de inspectie ook niet aan. De inspectie heeft een eigenstandige bevoegdheid. En wij stellen inderdaad kaders vast. Net zo goed als we dat moeten doen waar het gaat om bijvoorbeeld het punt wat ik probeer te maken over de denktank, voorzitter. Kijk, ik vind het problematisch wanneer zo'n denktank
een ambtenaar van het ministerie van VWS een mail stuurt naar Facebook en de inspectie met de vraag of het account van een huisarts op Twitter kan worden geblokkeerd. En dat vervolgens de inspectie daarop reageert dat dit mogelijk gezien kan worden. Het staat gewoon in die openbare stukken. Dat dit mogelijk gezien kan worden als een vorm van censuur. En dan terugmailt met de mededeling, ik citeer, wellicht dat een denktankdeelnemer dit beter onder de aandacht kan brengen. En wie zijn die denktankdeelnemers dan vervolgens, voorzitter? Daar zitten inderdaad, en daar wreekt volgens mij het punt van dat er grote verwevenheid tussen ambtenaren op het ministerie van VWS en vertegenwoordigers van grote techbedrijven, social media platforms, dat die contacten zo nauw zijn dat er dan gewoon via een mailtje heel simpel kan worden gezegd van, ja, weet je, het is niet verstandig als ik dit doe als ambtenaar van het ministerie van VWS. Beste denktankdeelnemer van het grote techbedrijf, kan jij daar even naar kijken en dat account blokkeren? Ja, voorzitter, dit is wat er is gepubliceerd. En dat kunnen we niet leuk vinden. Ik vind dat ook niet leuk. Maar daar moeten we wel serieus naar kijken en in de toekomst voorkomen dat dit nog een keer gaat gebeuren op deze manier. Gaat u verder met uw betoog? Ja hoor. Ja. Voorzitter, ik vind dit praktijken die niet thuis horen in een vrije democratie. Ik denk dat dat duidelijk is voor mijn collega's. Kunnen we in ons land nog wel spreken over vrije democratie als het volk als een kudde schaap is behandeld en de publieke opinie van bovenaf een bepaalde kant op is gestuurd? De vrijheid van meningsuiting is wat mij betreft niet onderhandelbaar. Het mag nooit en te nimmer op het spel worden gezet door een stel bureaucraten die zonder enige democratische controle zich boven de wet wanen en blind besluiten welke meningen en berichten wel of niet op sociale media mogen worden gedeeld. En voorzitter, nogmaals, begrijpt u mij niet verkeerd. Ik bagatelliseer het gevaar van desinformatie absoluut niet. Want dat hebben we tijdens de coronapandemie ook vaak voorbij zien komen. Maar het is simpelweg onduidelijk wat de denktank verstaat onder desinformatie. En ik zou de minister willen vragen, welke criteria zijn hiervoor gehanteerd? En als er geen criteria zijn, dan moeten we als een wiedewerga aan de slag om daar criteria voor te bepalen. Welk aandeel hebben de leden van de denktank gehad in het ingrijpen op de berichtgeving? En waarom zijn er vertegenwoordigers van Facebook en Google die in hun kern enkel gedreven worden door winstbejag en commerciële belangen betrokken bij deze denktank? Voorzitter, is informatie gecensureerd met als doel de maatschappelijke opinie bewust te sturen en zodoende draagvlak te creëren voor bepaalde vrijheidsbeperkende coronamaatregelen waar heel het land last van heeft gehad? Graag ontvang ik opheldering van de minister hierover. En voorzitter, laten we deze fout dan ook niet verdoezelen. Laten we ervoor zorgen dat de onderste steen bovenkomt. Andere manieren van sturen, maar waarvan onderzoek op onderzoek aantoont dat de effectiviteit enorm in twijfel kan worden getrokken, is de coronamelder-app, evenals het bron- en contactonderzoek. En voorzitter, wij hebben hier in de Kamer in het verleden uitgebreide debatten over gehad. En wat is de conclusie nu? Het heeft zo'n klein epidemiologisch effect gehad dat naar schatting minder dan 5% van alle coronatesten is afgenomen door een melding in de app of door het bron- en contactonderzoek. En nu blijkt ook dat maar een klein deel van deze testen positief bleek te zijn. Maatschappelijke kosten, honderden miljoenen euro's, 300 miljoen euro. Voor zo'n klein epidemiologisch effect. Wie betaalt de rekening? De burger betaalt de rekening, voorzitter. En ik vind het belangrijk, daar zal de komende tijd zal er veel meer duidelijk over worden. Het is belangrijk dat we er goed naar gaan kijken, dat we dit niet gaan bagatelliseren, dat we er niet lacherig over gaan doen, maar dat we kijken naar de feiten en leren van onze fouten, niet meer dezelfde fouten gaan maken, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kuzu. Dan geef ik het woord aan meneer Omtzigt. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik loop een aantal punten langs. Eerste post-COVID. Tienduizenden Nederlanders hebben daar ernstig last van. In de zorg, in het onderwijs, maar ook mensen die elders gewerkt hebben. En vorig jaar hebben we hier met een grote groep Kamerleden amendementen voorgesteld om meer onderzoek te doen naar de biomedische achtergrond ervan. En om bij te houden wat er aan de hand is. Als statisticus zeg ik, als honderdduizenden mensen ergens ziek van zijn, dan wil je gewoon weten wat er aan de hand is. En nu moeten we kennelijk wachten op brieven van het NIVEL en nu het maatschappelijk impactteam, die eindelijk zegt van ga dat eens registreren, ga het eens bijhouden. In andere landen zijn de schattingen dat dit miljarden kost. Maar het kost die mensen die hier last van hebben nog veel meer. Een aantal van hun heeft geen leven meer.
En daarom zou ik ook heel specifiek willen vragen. Het feit dat we dat niet gedaan hebben, dat onderzoek niet gedaan hebben, betekent dat we stadium 1 niet weten. We weten niet hoe het oploopt. En als we niet weten hoe het oploopt, kunnen we ook geen advies geven over hoe je die besmetting kunt vermijden. Of hoe je ervoor kunt zorgen dat wanneer je wel besmet wordt, misschien met bepaalde geneesmiddelen een hogere of lagere kans hebt om post-COVID op te lopen. De ziekte is buitengewoon ernstig. En wat we hier doen is nalatig. Dus ik vraag de regering om met een nationaal plan post-COVID te komen. Onderzoek, behandeling, goede manier om te gaan met de mensen die het nu hebben en te kijken hoe we kunnen voorkomen dat deze groep veel groter wordt in de komende tijd. Twee, voorzitter, de denktank desinformatie. Ja, we wisten dat er een denktank was. Maar wat we niet wisten, is dat ze dingen offline haalden. Natuurlijk moet de regering bijhouden wat zich in het publieke domein afspeelt. En als er rare verhalen over vaccinatie rondgaan die absoluut niet kunnen, en dat was de reden waarom die ingesteld werd, dan moet je onder het mom van de regering een Postbus 51-spotje doen. Misschien moet je een persconferentie doen. Misschien moet je een betaalde advertentie doen, betaald door het ministerie van VWS. Dit is waarom wij vaccinatie voor baarmoederhalskanker belangrijk vinden. Ja, maar dat is wat anders dan offline halen. Daar zit een wereld van verschil tussen. Dus mijn vraag is, wie definieerde desinformatie? Wie gaf hun de mogelijkheden om informatie offline te laten halen? Want daar zit de klem van die denktank. Niet dat er nagedacht wordt over, joh, moeten we de samenleving beter informeren? Voorzitter, de brief over oversterfte van gisteren, die wil ik apart behandelen in het oversterftedebat. Want ik kan het niet snel genoeg tot mij nemen. Daarvoor is het juridisch te ingewikkeld. Maar ik vind het wel heel belangrijk om één punt te maken waarom ik het onderzoek zo belangrijk vind. Als je naar de CBS-cijfers kijkt, dan zie je hazard ratio's die onder de 0,3 liggen vlak na vaccinatie. Dat betekent dat mensen die gevaccineerd waren 70% minder kans hadden om te overlijden in de 3 weken na vaccinatie. Zelfs Pfizer had het niet in zijn kop gehaald dat dat kan gebeuren. Dat zeggen de CBS-onderzoekers ook, dat zijn selectie-effecten. Want mensen die ernstig ziek zijn, die bijvoorbeeld op sterven liggen of in hospice liggen, die ga je niet nog een keer vaccineren. Die cijfers zeggen dus eigenlijk helemaal niks over of je een hogere of een lagere kans had, want de totale oversterfte of ondersterfte was 10%. Wat enorm veel is, maar 70% lagere sterfte zegt helemaal niks. Dus wie gaat dat nou een keer uitzoeken en corrigeren voor die factoren waar het CBS al om vroeg? En wanneer gaan we eindelijk 2022 meenemen in deze lijst? Voorzitter, we vroegen om de hotspotlijsten en we kregen hoofdstuk 3 niet van de hotspotlijsten. De afbakeningslijsten, behalve bij AZ. En daarin stond dat ze de appjes niet bijhielden. Kunnen wij die hoofdstukken 3, 4 en 5 van de ministeries van VWS, SZW en Financiën krijgen? Voorzitter, ook ik heb de vraag, we zitten in een endemische fase. Waarom staat het dan nog op de A-lijst? Ik bedoel, zelfs als je hem op de C-lijst zet, dan kun je, dat staat in de wet, hem binnen een minuut op de A-lijst laten plaatsen. De minister heeft de bevoegdheid om een ziekte die op de C-lijst staat, die muteert, elk moment naar de A-lijst te brengen. Dus als er een mutatie is of er gebeurt iets heel ergs, breng hem dan naar de A-lijst. Maar waarom zou je op dit moment een meldingsplicht hebben? Want formeel gezien, elke dokter die corona vaststelt, moet onmiddellijk bellen. Zonder vertraging. Rond u ook autoriteit. Meneer Omtzigt, rond u af? Voorzitter, ik rond af. Ik zou graag willen weten of de brief die beloofd is 1,5 maand geleden over de OMT-vergadering aan de heer Van Dissel, over de OMT-vergadering over de mondkapjes op 14 april 2020, of die brief verstuurd is. Want dan zouden we nakijken of dat gebeurd is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan komen we aan het einde van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Ik heb niet stiekem al over de 20 minuten. 20 minuten, dat is dus tot 21:50. Voorzitter, mag ik één kleine opmerking maken? Ja, meneer, natuurlijk meneer Omtzigt. De stukken over long-covid heb ik mede namens BBB een jaar 21 gedaan. En ik had dat aan het begin willen zeggen. Kijk eens, maar dat staat nu ook in de notulen. We schorsen tot 21:55. En zodra we hier, zodra u terug bent hier, gaan we beginnen. Dus tot 21:50 gaan we sowieso beginnen. Stipt. Excuus, 21:30. 21:30, 20 minuten. 21:30. Ik zal het nog eens een keer. 21:30.